ook is dat hek gemaakt. Ja, zoals je ziet is ze dus heel gespannen. En dit is pure verlatingsangst. Dit is de dag dat we Ravenna 2 jaar hebben. Dus ik vind het super, super leuk. Dus ik ga ze hooi bijvoeren. Zodat ze niet alleen het gras hoeven eten. En ook wat meer voedingsstoffen binnenkrijgen. Dit is een hooinet met super kleine gaatjes in. Echt een slow, slow, slow feeder. Dit is een hazelnoottak. En hier is een wilgetak. En daar zit het zoutsteen. Dus die is ook af. Goed zo. Als je paard bang is voor een hooinet. Hoi allemaal en welkom weer bij deze nieuwe video. Ik ben met Ravenna in de longeerbak. Ik heb de longeerbak een paar dagen geleden blad geblazen. Er ligt inmiddels al wel weer wat blad. Dit is van een paar dagen. Maar ik zal even een before-after foto hier zo plaatsen. Dus ik kan er nu eindelijk weer lekker in werken. Ook is dat hek gemaakt. Dat hek moeten we nog even scharnieren voor bestellen. Want daar waren 2 scharnieren waren afgebroken. Omdat zomers de kinderen van de camping alles kapot hadden gemaakt. Maar ik ben nu met Fenna hier en ik ga even wat grond werken met haar. En ik neem jullie gezellig weer een paar dagen mee op de camera. Dus veel kijkplezier. Hoi zo. Netjes. Goed zo. Doe maar. Super.
Supermeis. Super. Ik ben weer klaar met de training en ik zal jullie even kort bijpraten. Ik zit op een bankje naast de longeerbak. Ravenna staat nog in de longeerbak. Want ze is super gespannen. Dat dus. Ze is heel gespannen en ik wil dat zij zich hier ook comfortabel gaat voelen. Want aan het begin was zij best relaxed in de longeerbak, zover ik weet. Maar ze wil nu elke keer terug naar de andere toe. En Brownie is ook de hele tijd aan het hinniken. En zij bouwt heel veel spanning op. Waardoor ik eigenlijk niet echt lekker met haar kan trainen. Omdat ze gewoon heel... Ze is gewoon één bommetje spanning. En ik heb heel erg geprobeerd te oefenen op zelf ontspannen te zijn. Want ik ben ook best wel vaak één bom spanning. Niet omdat ik het eng vind, maar gewoon omdat ik heel veel spanning in me heb. Heel veel druk. Dat. Dus ja... kijken of ze het een beetje loslaat. Ze heeft zich net wel comfortabel genoeg gevoeld om te rollen. Dus dat vind ik dan wel heel fijn. Maar ze is gewoon heel alert. En ik wil dat zij ook... dat zij ook weet dat het goed is. En dat ze gewoon hier kan zijn. En ja, dat dus. Nou, dit is dus wat ze doet. Daar hoor je Brownie. Ja, zoals je ziet is ze dus heel gespannen. En dit is pure verlatingsangst. En aan het begin viel het me mee hoe erg zij dat had. Of toonde. Maar het wordt steeds erger. En het verschil ook tussen Brownie en Ravenna is... Brownie heeft ook verlatingsangst. Maar dat is als ik een paard weghaal bij haar. Ravenna heeft het ook als ik met Ravenna bezig ben. En... Brownie is meestal oké als er een ander paard bij blijft. Dus Brownie is oké met Juma erbij. Maar met Ravenna is het zo. Als ik met Brownie iets wil doen. En ik haal Brownie weg. Dan is ze de hele tijd dus hoe ze nu is. Maar dan op stal. En als Juma weg wordt gehaald. Is ze ook zo. Dus ja. Zij wil gewoon haar hele kudde van drie paarden bij elkaar hebben. En als of zij weg is. Of Juma weg is. Of Brownie weg is. Dan is het niet goed. En dan is ze dus zo. En daarom wil ik hier wel op oefenen. Omdat haar verlatingsangst steeds erger wordt. En ik het heel belangrijk vind dat ze gewoon relaxed kan blijven. Want stress is ook niet zo goed voor haar. Dan wordt ze snel oud, hè? Ja. Dus ja. Nou, Brownie is ook een beetje vervelend vandaag. Brownie. Hey. Ik heb je een Shetlander gegeven. Ja. Hoi, hoe gaat het met jou dan? Hoi. Hoi, wie ben jij dan? Oh, moppie. Hoi allemaal, het is vandaag weer een aantal dagen later dan het vorige wat jullie gezien hebben. Het is vandaag 20 november. Dit is de dag dat we Ravenna 2 jaar hebben, dus ik vind het super, super leuk. Ik heb even oude foto's teruggekeken vanochtend en ze is zo veranderd. En dat vergeet je als je er elke dag ziet. Maar dan kijk je die beelden terug en zowel gedrag als uiterlijk is zo anders gewoon. Super leuk. Ik ga daar een aparte video over maken waarin ik jullie meeneem door die 2 jaar. Ik ben ook nog bezig met de video van dat ik Brownie 7 jaar had. Dus die 2 video's kunnen jullie ergens in de komende weken verwachten. Ergens dit weekend moet ik ook nog palen in het weiland slaan. Voor hooinetten. We gaan hooibijen voeren op de wei. Want bevroren gras is niet zo goed voor paarden. Zeg maar als het heel erg vriest 's nachts. En de zon schijnt, wordt het fructaangehalte heel hoog in het gras. En dat verhoogt de kans op hoefbevangenheid. Als ik het zo goed zeg. Disclaimer. Dus ik ga ze hooibijen voeren. Zodat ze niet heel laat het gras... hoeven eten en ook wat meer voedingsstoffen binnenkrijgen. Welkom in het leven van 3 nieuwsgierige paarden. Wij zijn gaten aan het maken. En de paarden vinden het heel interessant. Oh, ook wel spannend hè, Brown? Kijk, hier maak ik gaten. Oeh,
wind. Doei. Spannend, hè? Hoi allemaal en welkom weer bij deze nieuwe video. Zoals jullie in mijn vorige video hebben kunnen zien, krijgen de paarden nu hooi op de wei. Hebben we daar 4 palen in de wei gedaan. 3 palen komt hooi aan. 2 van die palen heeft al hooi net, 1 nog niet. En de 4e paal, daar zitten takken aan vastgebonden. Die takken zaten net niet helemaal stevig vast, dus ik ga dat zo goed vastbinden. En ik heb een pakketje binnen. Want ik had deze gisteren besteld, super snel is binnengekomen. Dit is een hooinet. Dit is een hooinet met super kleine gaatjes in. Echt een slow feeder. Ik heb 2 soorten hooi nu. Ik heb echt hooi niet ingezield. En ik heb wat officieel kuil heet. Kuil is ingezield. Dat is wel voor droog, dus het is wel gewoon goed voor de paarden. Maar ze vinden dat hooi wat lekkerder. Dus in deze ga ik dan het hooi doen, zodat ze daar wat meer moeite voor moeten doen. En in de ander, wat makkelijker dus is, doe ik de kuil. En... tada! Ik heb een liksteen. Ik heb er weer even 3 besteld, want dan kan ik er weer even mee door. Dit moet ik even uitpakken. Dit is een mineraalsteen en ook die ga ik ophangen op een paal. Zodat de paarden in het weiland lekker de hele winter ook door kunnen brengen. Daar ben ik echt super blij mee. Ik heb over een maand kerstvakantie. En ik kijk er echt super erg naar uit. Ik heb al mijn video ideeën ook al opgeschreven. Dus ik heb er echt super veel zin in. En daarnaast gaat in de vakantie nog iets heel erg leuks gebeuren. Dat ga ik nog even niet vertellen. Ik ga nu naar buiten, naar de paarden toe. Om die liksteen op te hangen, om het hooinet te doen. En om die takken goed vast te binden. Ik ga ook nog een paar wilgetakken plukken. Plukken, afzagen. Om ook op te hangen. Want ik heb nu alleen nog maar een hazelnoottak hangen. Dus neem jullie daar mee. En ik neem jullie deze week ook gezellig mee. Veel plezier met kijken. Ik ben inmiddels buiten. Ik heb het hooi net gevuld. Ik vind hem echt super fijn. Hij heeft, zoals je ziet, super kleine gaatjes. Dus daar doen ze lekker lang mee. Ik heb nog een paar wilgetakjes. En ik ga binnen even nu het Himalaya liksteen nog halen. En dan ga ik op de fiets naar de paarden toe. Ik ben inmiddels bij het weiland. Helemaal daar in de verte staan de paarden. Hier heb ik het hooi net. Het is mijn been geklemd. En eerst doe ik namelijk dit ringetje op de paal. Die draai ik erin, zodat ik daar het hooi net aan kan vastmaken. Daar staan nog ergens 2 palen met ook hooi netten. En ze hebben vandaag goed hooi gegeten. De eerste paar dagen aten ze er niet heel veel van, maar nu is eigenlijk bijna alles wel op. Dus nu krijgen ze dit net ook bijna. Kunnen ze nog meer lekker hooi knabbelen. Nou, kijk. Hier is het hooi net klaar. Daar zijn de andere 2. Nu ga ik de liksteen en de takken bevestigen op de achterste paal. Kijk, dit is de paal met de tak eraan. Dat zie je heel slecht van ver weg. Maar dit is een hazelnoottak en hier is een wilgetak. En daar zit het zuidsteen. Dus die is ook af. Jongens, mijn paarden vinden het spannend dat ik een hooinet bij me heb. Dit is een hooinet. Hey fan. Kom maar kijken. Dat is eten voor jou. Kom maar kijken. Kom maar. Goed zo. Als je paard bang is voor een hooinet. Fan. Fenna. 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 Hey. Dat mag niet. Kom maar, jompie. Ja, kleine jompie moet altijd beschermd worden. Oh, dat is wel een heel groot net voor jou. Wat lekker. Ik hang hem op voor je. Hey, Bruin. Oh, lekker. Toch wel, hè. Ik ga hem ophangen voor je. Kom. Kom maar mee. Kom. Hoi, tja. Oh, je zou maar honger hebben, hè. Je staat op een mega groot land. Daar heb je nog een hooinet, daar heb je een hooinet, daar heb je takken. En jij hebt honger. Ja. Oh, daar ligt nog een pluk. Lekker, hè. Geniet ervan. Ik ga hem even ophangen. Nou, ik heb hier maar even naar de liksteen begeleid. En die is meteen begonnen. Dat zijn we vaak even nodig. Oh, ze is er ook weer klaar mee. Dus, dan weet je nu ook waar die hangt. Oh, ga je rennen.
daar zijn ze aan het nieuwe hooinet aan het knabbelen. Oh, Jumpy wil ook. Wil je ook?